Op 13 en 14 juni 2019 wordt de 6e CARICOM-Cuba-top op ministerieel niveau gehouden. Deze vergadering wordt gehouden in aanloop naar een vergadering van staatshoofden uit de regio, die het volgend jaar zal plaatsvinden. Dat Cuba zich sterk heeft gemaakt in de regio voor ondersteuning en samenwerking als het gaat om klimaatsverandering en de effecten daarvan tegen te gaan. En in dat verband heeft Cuba zich uitgestrekt als een grote broer om de regio te assisteren. Hoe moet u deze komende vergadering zien? U moet het zien als één die de 6e is op ministers van BUSA-niveau en zal voorbereiden de ontmoeting van presidenten en staatshoofden, regeringsleiders in de regio volgend jaar. Dus wij gaan nu SEC als ministers kijken. Wat is er op ons niveau dat wij nog kunnen doen, aanscherpen, aandikken om met Cuba op het niveau eigenlijk de banden strakker aan te halen. Ik denk dat het belangrijk is om voor wat Suriname betreft een ander sector te highlighten. Dat is toerisme. We hebben hier al op weekbasis ongeveer 1000 toeristen die hier naartoe komen. SEC om te shoppen, dat betekent een hele economische opleving voor Suriname. En de mensen komen hier naartoe, ze vinden het prettig om onze cultuur mee te maken, maar meer nog ook om de economische voordelen op te strijken. Voor ons als land betekent het een directe impuls in onze economie, omdat je daarbij dus bedrijvigheid krijgt en ook werkgelegenheid creëert. Dus kortom, deze vergadering in Guyana is heel essentieel. Is zelfs belangrijk voor Suriname vanwege de bilaterale aspecten die spelen, maar ook de regionale en multilaterale aspecten die spelen. En het ligt in de bedoeling dat we heel niet lang van nu af de minister van BUSA van Cuba op bezoek zullen krijgen. Maar het is ook goed te memoreren dat onze president vanwege zijn drukke agenda nog niet is ingegaan op een uitnodiging die er sinds vorig jaar is om een officieel bezoek af te leggen aan de president van Cuba. Dus al met al, we hebben ook in Cuba een missie die er zit en onze ambassade zal omslag maken om de sectoren voor diversificatie, dat is in deze toerisme, maar ook handel, een impuls te geven in deze relatie. De meeting vangt aan eigenlijk op vrijdag, maar het is gebruik dat wanneer we als CARICOM een ontmoeting hebben met een derde partner, wij altijd een caucus hebben en dat is de caucus op 13 juni. En dan gaan wij ons voorbereiden, wie zal wat zeggen, waarover zullen we het hebben. En dan gaan we naar Cuba toe om met één stem als regio te kunnen praten. En ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om ook te entameren dat het voordeel om als één stem te praten recentelijk weer is geleverd, want we hebben gezien hoe Sint Vincent en de Grenadines eigenlijk het kleinste eiland dat nu voor het eerst een niet-permanente zetel zal innemen binnen de Veiligheidsraad bij de Verenigde Naties, door die één stem van ons vandaag zo'n zetel heeft kunnen bemachtigen. En onze president heeft inmiddels een felicitatieboodschap doen uitgaan aan de premier Gonsalves van Sint Vincent. En ik wil ook aangeven dat Suriname, het lijkt ver van nu, maar reeds voor 2043 en tot 2044 haar kandidatuur heeft gepresenteerd voor wat betreft een niet-permanente zetel in de Veiligheidsraad. En dat is belangrijk dat je dan allianties hebt om dat te kunnen pushen.